We hebben een paard hadden we gekocht voor mijn zus. Die hadden we dus van onze trainer gekocht. En we wouden die graag goed ingereden hebben. Dus die zijn we naar Ria West gegaan, onze crosstrainer ook. En we vroegen of haar dochter Ellemieke de paard wil inrijden. Dus dat hebben we gevraagd en toen wou ze in gunst voor dat ik een pony zou inrijden voor hun. En toen kwam ik de Bien tegen. In 2015 was hij eigenlijk net zadelmak, helemaal groen nog. Dus toen heeft het jaar 2016 is hij gewoon in de B gestart en altijd graag willen crossen. Nou, dan pakte de pony prima op. En 2017 was echt het jaar waarin hij gevlogen is van de L naar het 1 ster. En alhoewel we naar mijn idee best wat ervaring hebben met crossen en ponycrossen, hebben we toch wel verschillende zaken niet goed geïnterpreteerd, over het hoofd gezien. Een jonge pony, heel snel gegaan. Misschien wil je dan ook te graag, hè, omdat een jeugd tot en met de 16e EK kan starten. En Mout Julie is van 2004, dus die was dus net 12. En dan denk je, laten we gewoon die stappen eens proberen te nemen. Het is altijd een pony geweest die dressuurmatig het sowieso denk ik niet al te leuk vindt. En altijd redelijk zich daar wel spanning in opbouwde. Hè, terwijl als je daar denk ik goed ontspannen loopt, door het lijf loopt, dan neem je dat mee in het springen en het crossen. Daar ging dus wel iets fout. Maar je hoopt eigenlijk, dat is een jonge pony en je moet doen wat hij leuk vindt. Nou, springen crossen gaf hij aan, vindt hij leuk. Dus dat is dan een stuk afwisseling. Maar blijkbaar is de dressuur toch hierin wel een stukje basistraining wel achtergebleven. Na Varsseveld begon ik wel te merken dat ze heel erg wel vast zat in die rug. En ze heeft altijd wel kleine seintjes gegeven over dat iets niet lekker zat. Maar het ging zo goed dat we daar eigenlijk niet echt op hebben gelet. Dus toen is ze kleine seintjes gaan geven. En op een gegeven moment werden die seinen veel groter. En dat was na Varsseveld, na Instalare Cross. Begon ze die seinen zo groot te geven, want ze was er zo klaar mee dat wij eigenlijk niet naar haar luisterden. Dus toen begon ze te bokken en te stijgeren. Maar dat zie je eigenlijk ook wel terug in de dressuur toen, daarvoor. Want ze vond de dressuur altijd heel moeilijk en ze had altijd wel heel strak in de lijf. En daarop had ze ook een laag punten. En ben ik nooit hoog geëindigd. Dus altijd na de cross stond ik altijd weer hoog, omdat ze daar dat heel goed deed. Subliem ging op een gegeven moment wel een beetje dat we dachten, wat kwakkelen, we thermografie laten doen. Nou, daar kwamen inderdaad toch wel wat puntjes uit die je dan in het beeld in beweging ook al terug ziet. En naar fysiotherapeut gegaan, fysio/osteopathie. Wel wat behandeld, maar we hebben er nooit dusdanig goede resultaten van gezien. En misschien ook omdat het misschien al te ver was of niet, dat weet je toch niet. Dat je kon zeggen dat ze toen weer een stijgende lijn oppakte. Deed de cross, liep die foutloos rond met een klein beetje tijd. Was hij een van de enigen die eigenlijk die cross zo foutloos rondliep. Maar hij kwam de keuring niet door de volgende ochtend. Dus ze mocht de eventingwedstrijd niet afmaken, want ze kon dus niet springen. Dat is dan een signaal, dan heb je hem dus of overvraagd. Maar ja, denk je dan eerst de internationale cross, hij is voor het eerst op pad. Het is best zwaar geweest. Pony was dat jaar 6, hè, dus dat is ook natuurlijk, hij had een heel goed jaar gedraaid, dus misschien was dit de max. Ja, was dat op dat moment ook te veel voor die pony? Of was dat al dat hij toch al heel veel last had? En wat hij van de zomer dat jaar 2017 dus ook had, was hij dus iets verkeerd nageltje tijdens het beslaan niet helemaal goed gegaan, waardoor hij waarschijnlijk wat irritatie had in het wat zit daar, het hoefbeen. En dat hebben we daar eigenlijk steeds aan verweten. Dat eigenlijk het grote euvel was. Daar hebben we wel wat rust voor gegeven. Maar het zal misschien een samenloop van omstandigheden zijn geweest. Ja. Van 1 april 2018 tot en met 17 mei 2018 heeft Subliem bij ons in training gestaan. Vanuit de thermografische beelden en de daaropvolgende behandelingen was al gebleken dat er geen ernstige belemmeringen werden gevormd en dat het haalbaar was om middels de training met Subliem aan de slag te gaan. Wat voor mij direct opviel, was de enorme verticale en laterale scheefheid waar Subliem mee rondliep.
Een gegeven waar ieder paard mee te maken heeft, maar waar niet ieder paard zo sterk op reageert. Mijn motivatie voor het maken van deze documentaire komt voort uit deze gedachte. Er wordt nog te vaak onderschat hoe noodzakelijk het verticaal en lateraal uitbalanceren van je paard is, om van daaruit ook het horizontale evenwicht te kunnen gaan beïnvloeden. Deze documentaire is erop gericht jou hier meer over te leren, zodat je ook de subtielere signalen leert herkennen en oplossen. Nou, wij zijn echt wel... wij geloofden er bijna niet meer in dat deze pony weer op de rit zou komen. Hij zat zo vreselijk in de staken. Het was echt ongevaarlijk. Stijgen, bokken. Je vraagt je gewoon af, weet je, moeten we hier nog wel mee verder gaan? Ja, het heeft gewoon heel veel geholpen. Ze is nog jong, dus ze kon nog veel leren. En ze is al zo'n snelle leerpony, dus heeft ze ook heel goed meegepakt en aangepakt. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, ik vind het gewoon, het is heel anders. Ze loopt losser door het lijf. Ze kijkt veel blijer uit de ogen. Soms op wedstrijd liet ze wel eens nog heel gespannen dat wit zien van de ogen. Doet ze nu ook niet meer. Dus ja, het is heel anders. Want we waren altijd wel bezig met die ontspanning. Maar ze vond het zo moeilijk op onze manier. Dus we moesten naar andere manieren zoeken. Haar balans is ook veel verbeterd. Want ze was eerst zo vast en ze viel heel vaak. De schouder viel zo van naar buiten of viel ze een beetje om, zeg maar. Niet letterlijk, maar figuurlijk een beetje. Dus ze zou altijd voor je door het vuur gaan en ze heeft een heel lief karakter. Ze is heel rustig en ze is echt ook meer een kinderpony. En ja, ze heeft gewoon alles een beetje in één. Dat maakt het ook zo speciaal, dat ze ook zo lief is. Maar ook weer wel een heel heet pony kan zijn.